De voorbereidingen om de woningen en de omgeving bij de Binnenhoek aan te pakken, beter bekend als Vinkenhof, zijn bijna gereed. Vinkenhof is eigenlijk het oudste buurtje van SCW. Althans, de woningen zijn het oudste bezit van SCW. Het zijn zo'n 84 woningen. En we hebben de plannen om toch weer Vinkenhof terug te brengen naar de situatie zoals het vroeger was. Een beetje een tuindorpachtige inrichting met een structuur die toch weer denkt aan de tijd van 1921 toen het gebouwd is geweest. Een klein schalig buurtje met mooie poortgebouwtjes wat echt een eigen identiteit heeft, een eigen uitstraling. En bepalend is ook voor de kwaliteit van de stad. Nou, de woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Dus daar moet aardig wat aan gebeuren. Het is ook een rigoureuze ingreep. Alleen je kunt eigenlijk zeggen dat alleen de buitengevel aan de voorkant blijft staan. En voor de rest de inpandig en de achtergevel toch allemaal weer weggesloopt worden. En dat daar weer ruimte gecreëerd wordt. Maar de eigenheid, de uitstraling, die willen we wel heel graag behouden. Met als doel ook, en dat willen wij graag en ook de gemeente, dat het toch weer een monumentachtige status krijgt na de ingreep, na de restauratie en herstructurering van die buurt. En dat het weer een duurzame wijk wordt, een duurzame buurt, zowel wat de woningen betreft als de woonomgeving. Eerder dit jaar heeft het college van BMW van de gemeente Tiel besloten medewerking te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van de renovatie en herinrichting van het woongebied. Veel van de benodigde gelden om het plan te realiseren zijn inmiddels gevonden. Ook wordt er nog aanspraak gemaakt op subsidiemogelijkheden in het kader van het provinciaal impulsplan Wonen van de provincie Gelderland. Dit geld, 500.000 euro, gaat gebruikt worden voor de herinrichting van het woongebied. Wij gaan het uitvoeren, ook de inrichting van de woonomgeving, maar onder de voorwaarden van de gemeente. En als wij klaar zijn met de ingreep, dan dragen wij de openbare voorziening weer terug aan de gemeente. En dat vraagt natuurlijk aardig wat geld ook om de woonomgeving aan te pakken. Want die willen we naast de woning ook duurzaam maken, zoals ik al zei. Het parkeren moet aangepakt worden, de ontsluiting van de weg. En wat ik net zei, dat tuindorpachtige vraagt natuurlijk ook een flinke ingreep. En daar is een aanzienlijk bedrag voor nodig, wat de gemeente niet zo in kas heeft. De provincie Gelderland heeft wel subsidiemogelijkheden voor de aanpak van de woonomgeving. Die moet dan ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die duurzaamheid van de woningen, maar ook met de omgeving. En dat zijn voorwaarden die ook in de samenwerkingsovereenkomst verwoord zijn. En daar wil de provincie natuurlijk ook zekerheid hebben dat we die plannen uitvoeren conform de subsidievoorwaarden. En die samenwerkingsovereenkomst die wij met de gemeente gesloten hebben, die is er ook voor bedoeld. En wij gaan binnenkort, of die aanvraag ligt eigenlijk al bij de provincie. En we hopen binnenkort daar ook inderdaad een positief uitsluitsel op te krijgen. En als dat zo is, dan hopen we eind dit jaar, begin volgend jaar te kunnen gaan beginnen met de start van de werkzaamheden.